China pepernoten. Dan kun je ook wel paaseitjes verkopen om deze te eten. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Is het niet iets wat vroeg? Ja, zeker. Dat is het ook. Maar we maken er ook een beetje een sport van om elk jaar de eerste te zijn. En waarom is dat dan precies? Want Sinterklaas komt in november het land binnen. Mensen houden altijd al van speculatie en dat is gewoon het hele jaar door. En er is echt al veel verkocht afgelopen week, dus we doen het goed. Ja, hoeveel hebben jullie ongeveer verkocht? 60 stuks afgelopen week al, dus ja, gaat goed. We zingen, we springen, we zijn zo blij. Ja, lekker. Ik vind het altijd wel lekker hoor. Mag het hele jaar wel liggen. Erg vroeg voor de tijd van het jaar. Mag voor mij nog wel eventjes een paar maandjes wachten. Erg. Vind ik heel erg. Het wordt steeds vroeger. Gewoon jaren terug was het al in september, nu is het al juli. Ik vind het van de sorte. Ik vind het echt te vroeg. Veel te vroeg. Het wordt allemaal vroeger. Vroeger was het in oktober. Nou, het is nu nog zomer en liggen de pepernoten in de winkel. Ik vind dat niet kunnen. Nou, lekker toch? Het komt steeds vroeger. Volgend jaar brengt het hele jaar, denk ik. Ja, we hebben hele wisselende reacties wel hoor. Maar van leuk, positief tot inderdaad wel af en toe een negatieve reactie van nou, dat hoeft voor mij niet. Maar ja, dat is iedereen voor zich. U neemt ze nog niet mee dus? Absoluut niet. Die eerder als in december. Oh, ik hoop ze nog lang niet. December, dan is de pepernotenmaand, vind ik. Ik heb wel getwijfeld, ja. Waarom? Nou, ze zijn lekker. Ja, maar het kan nog hè. En hoeveel heb je er zelf al gehaald? Nog niks. Maar het smaakt wel hoor.